rasta. Ja. Ziet er goed uit, hè? Ja. Wat vind je ervan? Onwennig. Ja, wat voelt er onwennig? Ja, een beetje druk en een beetje... En ook de baard natuurlijk, maar... Je bent natuurlijk echt een bekende burgemeester. Dat hebben we gezien. Dus ja, we zijn er nog lang niet. We moeten die vorming goed maken. Ik heb nog een bril voor je. Ja. En wat mij opvalt, je hebt een heel herkenbare stem. Dat is natuurlijk moeilijk om dat te vermommen. Maar wat kan helpen is een bitje. Mm-hmm. Hoe zit hij? Ja, hij zit goed, want hij moet ook vastzitten natuurlijk. Ja. Je hebt een beetje een overbite. Ja. Ad Vos, weet u dat hier een AZC is in Weert? Ja. En heeft u ook last van vluchtelingen die hier dingen komen stelen bijvoorbeeld? Nee. En wat vindt u van de gemeente? Vindt u dat de gemeente het goed aanpakt? Jawel. Mag ik u wat vragen? Nee? Oké. Okay. Nee? Nee? Heeft u gehoord van het AZC hier in Weert? Ja. Wat vindt u daarvan? Ik heb geen problemen dus. Ik heb geen idee, sorry. Heeft u last van die mensen daar? Ik heb geen last van. Vallen ze u wel eens lastig? Nee, voor mij nee. Voor mij ja, hebben ze respect. Je was vrij direct. Ja, dat is wat, maar daar ben ik. Ja, maar daar schrokken de mensen toch een beetje van. Ja, dat merkte ik ook, ja. Van, Ja, er komt een wildvreemd iemand op ze afgelopen met dreads. Ja. En die begint in één keer, zeg, wat vind je van het AZC? Wat vind je van het beleid van de burgemeester, van de gemeente? Ja. Je moet wat meer reggae luisteren. Ja. Dan wordt het wat rustiger. En vindt u dat de gemeente er wel voldoende aan doet, aan die overlast? De burgemeester Joost Heemans is dus wel een... die doet veel, vind ik. Nou, weet je er nog wat? Ja, dat lees ik in de krant. Ja, dat hij die vier kinderen in dat nonnenkloostertje hier in de Maastraat ombrengt. Maar als dat er dan een stukje vijf in elkaar getimmerd worden, voor het meneer dan, is hij er ook niet bij. Kan ook niet. Ja. En wat zou de burgemeester of de gemeente nog kunnen doen om dat te verbeteren? Maar ja, die mensen hebben de hele dag niks te doen. Laat die eens anders doen. Dat is een groot probleem, ja. Bijvoorbeeld in de tuin werken. Wat zouden jullie eigenlijk kunnen doen dan? Ik ben 70. Ik vind het wel goed. Wat ik in mijn winkel ervaar, ja, met name gewoon diefstal. Diefstal, oké. Okay. Ik denk dat 90% van mijn diefstal komt van AZC. Een diefstal van sigaretten of... Het is een blik alcohol. Heel veel shampoo. Doe je wel eens aangifte? Ja, we doen altijd aangifte. Alleen, helaas kun je die mensen bijna niet pakken, want die slaan je gewoon verrot. Ja, dit in Nederland. Al jullie vinden het niet leuk, jullie mogen naar Nederland terug. Oh, wow. Ik kom hier door de oorlog. Ik wil niet in Nederlandse blijven als mijn land veilig is. Dan ga je terug? Ja. De eerste ding hij zegt altijd tegen de mensen, naar jullie land. Zij die gaan maar terug naar je eigen land? Ja. Heel onaardig. Ja, heen. Doet het wat met uw leefomgeving of heeft u er overlast van? Nee. Ik heb zelfs vrienden opgedaan daar. Twee Syrische gezinnen waar ik nog regelmatig... Die zijn inmiddels... Hebben die een eigen huis. Mm-hmm. En dan kom ik nog regelmatig. Oh, mooi. En daarna zijn er ook een heleboel gekomen. Die pleegden diefstal in de stad. En die waren ook al toen de Syrische zinnen hier waren. En de Syriërs waren gewend om altijd de deur open te laten. En ineens kon dat niet meer. You know, you have to adjust yourself with the situation. In a place, in a society that they don't want you. So you're always struggling every day, like you want to study, you cannot study. You want to buy something in internet, you have no bank account to buy it because you're not illegal. So you cannot work, you cannot earn money, you have really less money that you're receiving weekly. Surviving. Basically, you cannot do anything. No, don't worry. Marokko. Maar er zat ook een heel grote populatie aan mensen die hier helemaal niks te zoeken hadden. Sterker nog, die hier ook criminele activiteit erop nahielden. Die hier bezig waren met dealen. Onder mijn slaapkamerraam staat een bankje. En dat ik s'nachts om drie uur op een slippertje weer naar beneden ging. Ik zei, jongens, volgens mij is het tijd om de bierflessen dicht te maken. De joints uit te drukken en naar bed te gaan. En vertrekken.
Ja, en vervolgens vroeg ik de bewaker, met hoeveel man zit je hier? Ja, dadelijk word ik afgelost en dan zijn het er twee, maar nu zit ik alleen. En dan kijkt weer, komt er naar beleid en naar de belofte van DNW en van AZC en COA. Er zou voldoende mankracht en er zou opgeschaald worden. Er kwamen meer mensen. Er is alleen maar afgeschaald. I think some people don't like refugees. I can't understand them because we are not from the country. Yeah. I try to smell every time and say hello to be a friend with them. Yeah. Mm. Thank you. Right. Thank bye bye. Toen ik die burgemeester zag veranderen van de burgemeester naar die meneer die mij geïnterviewd heeft. Ja, toen dacht ik van, ik ben in het ootje genomen. Een van de ideeën was om mensen die hier met kwade bedoelingen te zijn, om daar strenger tegen te zijn. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Dat moet ik samen met de politie, maar ook zelfs op het rijksniveau moet ik dat gaan bespreken. Ik denk dat het goed is dat we de tijden van het stadstoezicht wat uitbreiden. Zodat die ook aanwezig zijn wanneer de winkels gaan sluiten. Ik heb niet het idee dat het COA of de gemeente een escalatieplan op de plank heeft liggen. Ik kan je een klein beetje geruststellen. We hebben echt wel nagedacht over situaties zoals je net beschreef. Daar hebben we echt wel een escalatieplan voor. Maar ook hierin moeten we samen met COA de buurt beter betrekken en een betere voorlichting doen. Ja, ik hoop ook echt dat niet alleen woorden zijn, maar ook daden. En ik snap dat er ook best wel andere instanties voor nodig zijn. En ik hoop in dit geval ook dat het COA zich ook coöperatief op gaat stellen.